Ja, zoals je ziet, er zit geen duif meer in. En lege hokken. Ja, wat ze er aan hebben, ik weet het echt niet. Het is niet te begrijpen voor mij. Van de ene op de andere dag je hobby verliezen. Het gebeurde bij Piet van de Eijk uit Den Helder. Toen hij maandag het hok opendeed, waren al zijn 200 duiven verdwenen. Vermoedelijk waren de dieven uit op de waardevolle prijsduiven en hebben ze voor de zekerheid alles maar meegenomen. Je zou wel willen weten eigenlijk, laat ik het zo zeggen, wie dit op zijn geweten heeft. Maar dan zou je ze hun strot wel af willen draaien. Maar ik weet helemaal niks. Je weet helemaal niks. Je tast gewoon in het duister. Ik heb geen ruzie met iemand of zo. Ik bedoel, ik heb volgens mij meer vrienden dan dat ik vijanden heb. En dan denk je bij eigen, ik zou ook niet weten uit welk hoek het vandaan komt. En hoewel het postduiven zijn, is er nog geen enkel dier teruggekeerd. De beste duiven zitten waarschijnlijk opgesloten. En wat er met de anderen is gebeurd, Piet vreest het ergste. Ja, ik denk zomaar dat ze die de strot omdraaien, zoals we dan wel eens zeggen. Want ik geloof dat ze die de nek omdraaien. Denk het wel. De zoon van Piet heeft 1000 euro beloning uitgeloofd voor de gouden tip. Want als Piet zijn duiven niet terugkrijgt, betekent dat na 60 jaar het einde van de hobby. En natuurlijk kun je weer met andere duiven beginnen, daar gaat het niet om. Maar dat is niet hetzelfde. Nee, het is niet hetzelfde natuurlijk. Ik heb duiven erbij, die heb ik al 16, 17 jaar bij wijze van spreken. Die duiven, ja, ik bedoel, die krijg je niet meer terug. Wat doet dat met u? Nou, daar ben ik echt een beetje emotioneel door geraakt. Dat is makkelijk zat. Het is niet anders, ja.